gaan vandaag de sister tag doen, want dit is mijn zusje. Hallo. Hoe heet je? Silke. Nee. Ik ben Silke, ik ben 12 jaar en ik zit in de tweede. En onze andere zusje Meerte, die kon even niet meedoen, maar we gaan het gewoon met z'n tweeën doen. Ik heb de vraag op mijn mobiel, dus laten we maar gaan beginnen. Ja. Vraag 1. Wat is jullie leukste herinnering samen? Dat we in Amerika zijn geweest afgelopen zomer. En ja, dat was eigenlijk gewoon met het hele gezin, maar dat was wel een herinnering ook van ons samen, zeg maar. Ja. En wat hebben we nog meer? Waarschijnlijk vroeger in Toeven. Op de kabelbaan. Ja. Dat filmpje staat op YouTube. Dat de kabelbaan. Dat op de kabelbaan. Dat waarschijnlijk niet, de kabelbaan zelf was waarschijnlijk niet een hele leuke herinnering, want we waren aan het einde alle drie aan het huilen. Maar het is wel een heel leuk filmpje. Omschrijf elkaar met één woord. Oeh, dat vind ik echt heel moeilijk. Ja, oh god. Ik ga voor extravert. Wat is dat? Dat is dat je heel erg je mening uit en jezelf uit en niet verlegen bent en gek doet. Oh. Maar soms ben je ook wel echt heel erg het tegenovergestelde. Groen? Hoe? Groen. Groen. Zo beschrijf je mij. Als groen. Creatief. Oké. Okay. Dank je. Ja. Okay. Creatief. Waar zou je samen nog wel eens heen willen? Planes. Waarom? Je weet echt niet hoe nee, dat ik wil is een keer daar. Met jou en Meerte naar, als we wat ouder zijn, als ik 18 ben en mag drinken, dan wil ik naar zo'n club in Blanes. Een club in Blanes? Nee, gewoon in Blanes uitgaan. Nou, ik wil dat gewoon een keer meemaken. Maar met ons? Ja, ook. Waarom niet met je vrienden? Gewoon als zussending. Wat wil jij? Wat wil ik? Dat is echt best wel moeilijk eigenlijk. Misschien gewoon met z'n drieën rondtrekken of zo. Ja. Al lijkt het, weet ik niet hoe goed dat in Blanes. Nee, in Blanes ga je niet rondtrekken. Vertel eens over jullie inside jokes. Ik weet niet of we die echt hebben eigenlijk. Klieren! Joke. Klieren, ja. Maar dat, ja, oké. Ik denk dat dat wel een inside joke is inderdaad. Want we hebben het heel vaak, ik heb het heel vaak over dat zij aan het klieren zijn. Meerte en Silke. Let op. Vind ik ook wel een leuke. We hebben niet echt inside jokes, denk ik. Wie doet er het langste over om zich klaar te maken? Hoe lang doe je dan over vanaf dat je uit je bed gaat tot je beneden komt? Ga je dan? Nou, vaak ben ik... Als ik soms 5 minuten. Soms als ik mijn wekker om 7 uur zet. Je hebt ook niet zo heel moeilijk wat je moet aantrekken. Want je trekt toch hetzelfde aan als gisteren en eergisteren. Dit had ik gisteren niet aan. Ja. Ik doe daar een kwartier over, 20 minuten. Dus dan 10 minuten. Ik het alsnog. Oké. Okay. 10 tot 5 minuten. Waar zijn jullie bang voor? Spinnen. Ja, ik ook spinnen. En viezigheid. Als er bijvoorbeeld zo'n afwasborstel in de gootsteen ligt, dan ga ik hem eerst helemaal afspoelen. Ja, jij bent daar nog... Ik dacht dat ik daar erg in was, maar jij bent nog erger. Ik heb wel altijd, als ik de prullenbak aanraak, dat ik dan meteen mijn handen wil wassen. Of de afwasmachine. Waarom? Dat is toch schoon? Wie is het oudste? Nou ja, dat... Jij bent 12, ik ben... Over 2 dagen 16 en Meerte is 14. Maar ik ben al bijna 13. Ja hoor, over een paar maanden pas. 4 maanden, dat is niet bijna, dat is een derde jaar. Ja. Dat is niet bijna. Hebben jullie koosnaampjes voor elkaar? Ja. Nou, niet echt toch? Ak. Nee, maar ik vind het zo, ze noemen me allemaal Ak en Akke en Akkie en daar kan ik zo slecht tegen. Ik vind het zo, Nou, mijn ouders doen het wel, dus vind ik op zich niet erg. Maar als zij het doen, vind ik het echt irritant. Maar voor Meerte hebben we wel een leuke. Want Meerte noemen we altijd maar Min. En iedereen vraagt altijd aan ons, waarom Min? Want er zit toch geen N in Meerte? Maar ik weet ook niet hoe dat komt, want het is gewoon ooit zo begonnen. Min en Minnen. En bij mij is het gewoon af, denk ik. Afie. Ja. En bij jou, Sik, Sil, Silkie. Nou, niet echt bijzondere koosnaampjes. Waar erger je je aan bij de anderen? Knakken. Met haar tenen knakken. Afgeknakt altijd met haar tenen en haar nek en haar rug. Soms vind ik je heel irritant als ik gewoon net wakker ben of moe ben of zo. En jij dan heel erg zo gaat klieren en veel te veel energie hebt. En gaat gillen en klieren. En, kan ik echt niet tegen. Oké. Okay. En dat je soms een beetje egoïstisch bent. Maar daar groei je wel overheen. Soms. Gaan jullie veel met elkaar om?
Nou ja, we wonen in hetzelfde huis, dus dat lijkt me wel. Maar op zich het is het niet dat we echt vaak met z'n drieën ergens heen gaan of zo. Het is gewoon in huis alleen. Buitenhuis niet echt. Nee, totaal niet. Wat kan de een wat de ander niet kan? Zingen. Ja, ik vind het heel erg raar om het over mezelf te zeggen. Ja. Wat ik bij jou altijd wel, zeg maar, bewonder is dat je zo zonder na te denken bent af en toe. Want jij bent wel een stuk extraverter dan ik. Ik ben wat meer introvert, maar ja, dat is denk ik ook gewoon persoonlijkheid. Dat was het. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ja. En bedankt voor het kijken. Doeg! Doeg!